Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het is namelijk wisselvallig weer in het noordwesten van Europa en ook in Nederland. We zien veel bewolking op deze satellietfoto en de stroming is vanuit het noorden, dus dat betekent dat de wolken die we zien op de satellietbeelden ook over ons land heen komen zetten. Als we de satellietbeelden in beweging zetten, dan zien we dat ook gebeuren. Langzaamaan maakt de zon steeds meer plaats voor wolken en uit de wolken valt ook nu af en toe wat lichte regen of een enkele bui. De meeste buien zien we in de noordoostelijke helft van het land. In Brabant, Limburg en Zeeland is het op de meeste plaatsen droog. Blijft niet zo, in de loop van de dag zullen we zien dat ook daar wel een enkel buitje gaat vallen, en zeker vanavond en vannacht is dat het geval. Het weerbeeld ziet er vanavond dan ook zo uit: overwegend bewolkt weer, verspreid in het land een klein beetje regen of een bui. Temperatuur ligt rond een graad of 6. En wat verder opvalt is een stevige noordwestenwind die wordt vrij krachtig boven land. En een zee hard of misschien op de Wadden zelfs heel even stormachtig. Windkracht 5 tot 8. Ook komende nacht nog steeds die stevige wind. Flinke windstoten kunnen er ook optreden. Zeker bij de buien die af en toe over het land trekken. Er zijn ook genoeg droge momenten. Bewolking heeft in eerste instantie nog de overhand. Later in de nacht komen er weer wat opklaringen. Het koelt af na ongeveer 3 graden. Morgen overdag, van tijd tot tijd zon, maar ook buien die vanaf de Noordzee over het land trekken, kunnen soms stevige buien zijn. Met name in het oosten en noordoosten van het land kan de korrelhagel bij zitten en misschien een beetje smeltende sneeuw. Middagtemperatuur ligt tussen de 4 en 8 graden, is wel de maximumtemperatuur, want tijdens een flinke bui is het toch wel gevoelig kouder. Die stevige noordwestenwind die is in de ochtend nog matig tot krachtig of misschien zelfs nog hard, maar gaat in de loop van de dag wat afnemen. Dan dagen daarna. Op donderdag is het rustig weer en ook een stukje kouder. Want de middagtemperatuur ligt langs de oostgrens nog maar nauwelijks boven het vriespunt. In het westen wordt het 4 of 5 graden. Verder overwegend droog weer. In het noordwesten misschien nog een enkel winterbuitje. En verder behoorlijk wel wat zon bij een matige noordelijke wind. Op vrijdag begint de dag ook nog met wat zon. Later komt er geleidelijk aan steeds meer bewolking en daarbij ligt de temperatuur overdag nauwelijks boven het vriespunt. En zeker landinwaarts zou het op een aantal plaatsen wel eens de hele dag kunnen blijven vriezen. De wind die draait geleidelijk naar het zuiden en is overwegend matig. In de avond begint een storing langzaam het land in te trekken. Dan hebben we vooral in de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend nog verder mee te maken. Het wordt een beetje spannend wat er allemaal gaat gebeuren. Zachte lucht probeert namelijk binnen te dringen, maar dat gaat nogal moeizaam. De neerslag kan gaan vallen in de vorm van sneeuw of natte sneeuw in het binnenland later overgaand in onderkoelde regen en dat leidt dan tot ijzel aan de grond met verraderlijke gladheid tot gevolg. Pas in de loop van de zaterdag zien we dat de zachte lucht uiteindelijk echt wint en dat dan de neerslag overal overgaat in regen. Maar hoe het precies zich allemaal gaat ontwikkelen is nu nog onzeker, houdt de weerberichten dus de komende dagen in de gaten. Uiteindelijk wint dus wel de zachte lucht zaterdagmiddag en avond wordt het uiteindelijk 6 tot 8 graden en dat alles bij een matige zuidwestenwind. Zit er zitten dan voorlopig echt nog geen winterweer in de kater? Nee, helaas niet. Donderdag en vrijdag dus die temperatuurdip. Daarna de temperatuur weer omhoog richting de 8 of 9 graden in het weekeinde. En ook daarna lijkt het erop dat er nog geen winterweer in het vooruitzicht zit. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl